Feestje stond al gepland hier in de kantine. Ja, dat is ook wel veiliger als je kijkt naar jullie laatste serie. Dan kan je gewoon een feestje plannen op voorhand. Ja, ja, nee, klopt. De supporters en de harde kern die had een feestje georganiseerd. Dat was al gepland hoor, dat was al ruim van tevoren gepland. Ja, en als je dan wint in een derby, dan zal het feestje wel de goede kant op gaan. Ja, een gigantische glimlach natuurlijk bij jullie, die rode kaart voor hun. Heeft die meegeholpen? Ja, weet ik niet, want tegen 10 man is het altijd lastig. Hè. Volgens mij was het ook toen heel rommelig tegen 10 man. Dus ja, om zo maar even te doen tegen 10 man, dat gaat zeker niet. Hun lopen nog meer naar achteren. Hun gaan nog meer verdedigen ontstaan. In die fase stonden ze overigens 1-0 voor, dus dan weet je dat het lastig wordt. Ja, dan, want ik zag jou ook de hele wedstrijd nog. Je was er de hele wedstrijd nog niet helemaal gerust op, hè? Nee, omdat we volgens mij in fases waren heel slordig in de bal. En hun speelde alles diep bij de omschakeling. En was toch af en toe wel eens tricky. Hè, want hun gingen bepaald met 1 spits spelen of met 2 spits spelen. En wij stonden gewoon met 2 achterin. Of 1-op-1 steeds constant achterin. Omdat wij moesten winnen en wij wilden risico nemen. Ja, dan was het af en toe was, zag het af en toe was lastig uit. Maar die goals, die mochten er allebei zijn? Ja, vooral de eerste. Een mooie goal van Massies inschuiven. Met wel eens tijd hebben we wat kansen gehad dit seizoen. En deze was lekker. Maar het is een verdediger, toch? Het is een verdediger, maar ja, een verdediger met zijn kwaliteit, die moet er wel minimaal 5-6 goals in het seizoen scoren. Ja, en dan zo'n goal als dit, telt hij dan voor 2? Nee, hij telt niet voor 2. Maar hij was wel lekker. En, goed voor de groep, net voor rust scoren. En dan kon hij even de puntje op die zetten in de rust. Hè. We moesten toch wel aanvallender gaan spelen. En dat hebben we ook gedaan en dat pakte gelukkig goed uit. Ja, want hoe kijk je dan terug op een wedstrijd als je dan tegen 10 man speelt? Kun je dan realistisch nog analyseren van nou, zo en zo, hier en hier ben ik heel tevreden over? Of is dat dan lastiger? Ja, het is lastiger. Kijk, omdat hun houden het heel klein, heel compact. En dan is het sowieso lastig om erheen te spelen. Alleen, we kregen wel de ruimte. Een bepaald moment, vooral van onze rechterkant. Hè. Max Hurdepoel viel goed in. En waar de Jeffrey daaronder staan door middel van zijn steekballen en positiespel spelen. Nou, dat pakten we op zich wel goed uit. Alleen, we wilden het soms te mooi doen. Vooral in de laatste fase van de wedstrijd wilden we het te mooi doen. Hè. In de 16 nog een dubbel 1-2. Ja, dan moet de trekker overgehaald worden. Want in die fase waren hun gevaarlijk op de counter. Dus jammer. Maar goed, al met al 3 punten en een heel tevreden trainer. En weet je wie er optreedt daar? Een paar artiesten. Bizarre naam. Maar dat doet er niet toe. Dat maakt op zich denk ik niet uit voor een feestje wie er optreedt. Gewoon Barry Badpak. Barry Badpak, heel goed van jou. Ja, je bent op de hoogte. Dus ik denk dat ik jou straks wel zie op het feestje dan. Nee, we gaan het zien. Dankjewel. Geniet ervan. Veel plezier. Merci.